morgen dan komt mama naar ons toe. Naar Zweden, daar heb ik super veel zin in. Weer in de auto. Ik heb vanmorgen even snel gefilmd dat ik de kindjes naar school had gebracht en dat ik ging sporten, dat ik Joe de juice op had gehaald, lekkere smoothie en een broodje. Anthony was ook gaan sporten, dus die was vandaag vrij, die is nou even een dutje aan het doen. Ik had net snel eventjes gedoucht en mijn haar gewassen, dus het zit nu in een knotje en het is echt zeiknat, dus ik moet het daar eventjes feunen. Verder heb ik net snel een pakketje opgehaald van de H&M. Want ik heb wat sportleggings besteld. Ik heb een vestje besteld voor Lillie en voor... Oh, sorry. En voor Leveen ook een paar shirtjes. Dus die gaan we zo eventjes passen als we thuis zijn. En ja, het is hierna, als ik de kindjes zo heb opgehaald, hebben ze ook lekker weekend. Het is nu donderdag, dus ze hoeven morgen niet naar schooltje. En morgen dan komt mama naar ons toe, naar Zweden. Dus daar heb ik super veel zin in. Ze vliegt geloof ik wel pas echt iets van, nou geloof ik 8 uur 's avonds of zo. Of 6 uur of zo. Dus ze is bij ons wel pas later. En ik weet niet of Leveen dan nog wakker is. Moeten we heel even kijken. Lillie zal sowieso slapen. Maar goed, er staan hele leuke dingen op de planning voor aankomende week. En Anthony is geloof ik de eerste 3-4 dagen van september vrij. Van 2 tot 4 september geloof ik. Of zoiets. En dan gaan wij dus samen... gaan wij samen eventjes weg. Een kleine soort weekend trip. Dus daar heb ik echt zoveel zin in. En het komt ook echt zo goed uit dat mama die tijd net hier is. Dat ze dan dus eventjes met z'n tweeën weg kunnen. Dus ja, ik weet niet of het in deze vlog komt of in de volgende vlog. Want anders dan... komt deze vlog al erg laat online. Maar goed. In ieder geval vergeet je dan niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Want dan ik neem jullie gewoon sowieso mee. Dus dan hartstikke leuk. Ik heb er echt zin in. Ik ga nu snel doorrijden naar de kindjes. Nou, het is nu 4 uur. Maar ik heb al echt zo'n honger. Dus ik heb iets nieuws. En ik ben echt weg hiervan. En dit zijn dumplings. En die zijn zo ongelooflijk lekker en zo laag in calorieën. Wow! Goedemiddag. Nou, wij zijn bij een kinderboerderijtje.
Het is een half uurtje rijden hier vandaan. En dan hebben ze allemaal kleine diertjes zoals konijntjes, varkentje, schaapjes en geitjes. Dus we zijn weer eventjes nu lekker naartoe gereden. Het is vandaag best oké weer. Het is 18 graden, dus niet al te koud. Dus ja, Lee net wakker geworden van haar slaapje. Hey Lee, heb je lekker slaap gedaan? Heb je lekker slaapje gedaan? Dat ben jij, hè? Wil je ook bij de konijn kijken? Nee. Nee? Kijken? Ja? Kom maar kijken. Oh, Leven, kijk die kleine konijntjes. Kijk eens hoe lief. Zij steekt meteen de vingers erin. Dat is zo lief. Doe maar eentje. Alsjeblieft. Doe maar eerst eentje erin, hè? Ja. En dan doen we deze in jouw zak. Deze gaan we in jouw zak doen, zo. Die moet je strak voelen. Ja. En nu kan je rijden. Doe maar erin. Yes. Kan je het zo, zo, kijk, zo geven. Beetje omhoog. Oh ja. Zo. Oh ja. Ja. Oh ja. Zo ja. Lee? Oh ja, wat doe je? Nee, Lee. Is ba. Doe maar geven, vriend. Heb je goed gedaan. Gooien, gooien. Ja. Lee ook. Samen, jij ook. Kijk, Lee. En nou Leveen. Zie je. Samen met mama? Bam. Hier. Doe maar mama's hand vasthouden. Mami hand vasthouden. Goed zo, schat. Mijn hand is. Ga je die met jou aanpakken, hè? Oh. Kijk eens hier, hebben we zoveel. Goedemorgen. Nou, wij hebben vanmorgen de kindjes naar school gebracht. En ik heb 2 dagen niet gefilmd, omdat we niet superveel hadden gedaan. Maar vandaag zijn mama en ik samen op pad. En we zijn naar... het einde, een stukje einde van Zweden gereden. Een hele mooie berg met allemaal uitzicht over de zee. We kunnen hier nog helemaal lopen. Kijk, hier gaat ook een pad. Nou, we staan nu echt bij een super mooi stuk op een berg. En het is best wel heel erg steil met rotsen en die zitten een beetje los. Dus we gaan nu naar de overkant toe. Ik ga het laten zien. Kijk, we zijn nu hier. Dat we zo kwamen. Ja, maar we willen eigenlijk naar die. Die. Dus daar gaan we nu naartoe lopen. Maar het is echt super mooi hier. Ik wil hier boven zien te komen. Even een pauze hebben. Lekker hier in de zon. We zijn nu gestopt bij mama's lievelingstaartentje. En dan gaan we nu een lekker taartje eten. En we delen hem wel samen. Lekker uit. Met passion fruit. Doei. Oh. Oh, oh, oh. Krijg ik een kus? Love you. Papa kus. Nee, schat. Thank you.
vanmiddag. Nou, Antje en ik zitten met z'n tweeën op de boot. Wij zijn... wij gaan samen naar Kopenhagen voor een weekendje. En mama blijft bij de kindjes. Dus ik ga alles vastleggen. En eigenlijk zouden we met de trein gaan, maar we gaan dus nu met de boot. En dan stappen we in Helsingør over op Kopenhagen. Dus ja. Klaargemaakt en we gaan lekker uit eten met z'n tweetjes. We zouden eigenlijk naar een foodfestival willen gaan vandaag, maar die is om 8 uur dicht. Dus wat? Dus we blijven nu gewoon in Kopenhagen stad en dan gaan we hier al eventjes kijken wat te eten is. Ik had mijn haren thuis al gekruld. Ik heb mijn krultang wel mee, maar dat had ik al gedaan gelukkig. En dit heb ik aan. Ik heb leuke zwarte broek aan, mijn Nike's, een topje. En een vestje. Goedemorgen. Nou, het is nog best wel vroeg. Even kijken hoor. 8:30. En ik heb heel de nacht zo lekker doorgeslapen. Ik had het echt, echt nodig. Zo lekker. En nu is Anthony voor mij en zichzelf lekker een kopje koffie kopen. Ik heb zo zin in koffie. Echt, hij gaat echt naar een hele lekkere koffietent hier ergens om de hoek. En dadelijk gaan we naar Food Festival Reffen. Dat is vanavond dan. Dat is echt een heel groot foodfestival met heel veel standjes. Vanmiddag gaan we lekker de stad in om te shoppen en iets leuks te kijken. Want we gaan vanavond ook op stap. Dus echt leuk. Daar heb ik ook echt zin in om op stap te gaan. Ja. Misschien vanmiddag even bijslapen. Zodat we ook echt op stap kunnen. Nou, net hebben we lekker een koffietje op. En nu lekker ontbijten. Anthony heeft een plekje uitgekozen. En dit is wat ik aan heb. Ik weet niet of je het goed kan zien. Lekker basic, want het is super warm hier. Het wordt vandaag 22 graden, dus super lekker. We zijn nu in een winkelcentrum. We waren hier net met de fiets naartoe gegaan. En we gaan hier nog heel eventjes verder shoppen. En kijken of we hier nog leuke dingetjes kunnen vinden. Oké, we zitten nu eventjes lekker op het terrasje in het zonnetje. Het is zo lekker weer hier en ik heb echt een mega leuk topje gekocht. Voor vanavond als we op stap gaan. Ik kan hem even snel zo laten zien, maar hij heeft een helemaal een open rug. Echt super mooi. En nu gaan we heel eventjes wat drinken, want het is echt warm en ik heb echt zo'n dorst. Dus ja, het is lekker zitten hier. Ik zit echt... We zijn ondertussen al op een foodfestival aangekomen, Reffen. En hier zijn allemaal standjes waar je dus verschillend soort eten kan kopen. En we hebben als eerst gekozen voor parmesan fries. En dadelijk gaan we nog wat andere dingen proberen. Maar het is echt super leuk, ik zal een stukje laten zien. Daarachter kan je aan het water zitten. En hier kun je allemaal verschillende soorten dingetjes en eten kopen en het ziet er echt zo super gezellig uit overal. Oké, ik heb grilled oysters gevonden. Thank you.
Goedemorgen. Nou, ik heb gisteren eigenlijk niet zoveel meer gevlogd. Want we waren s'avonds naar een feestje geweest. Naar twee verschillende feestjes. Eén feestje was echt was wel een leuk feestje, maar het tweede was iets leuker. Gingen we echt dansen en zo. En toen heb ik eigenlijk niet echt weer gefilmd. We waren thuis rond een uurtje over één, kort over één. En we waren al wel weg om 9:30. Dus het was toch voor ons best wel lang. We zijn ook echt heel de dag al op pad geweest gisteren. We zijn al uitgecheckt uit het hotel. En we zitten nu dus lekker aan een heel schattig straatje. Met een heel leuk eettentje. En een grote cappuccino besteld. En heel veel lekkers ligt hier. Er ligt hier Deense worst en bacon. En ik weet niet zo goed wat dat is. En ei. Brood. Yoghurtje. Ook iets lekkers. Fruit, kaas. Dus we gaan eventjes lekker nog in het zonnetje. Malmö, in een winkelcentrum bij de Fappiano. Het is een beetje donker deze dag. Lié is een klein beetje ziekjes. Ze had vannacht best flinke verhoging. En ze heeft net ook in de auto geslapen. Leventje heeft ook in de auto geslapen. Dus we zijn een beetje hangerig aan het huilen. Maar goed, wij hebben in ieder geval een lekkere pizza besteld. Met salami en wat groenten. En als wij hier gegeten hebben, dan gaat mama hier met de trein richting Kopenhagen. Waar wij gisteren vandaan kwamen. En dan gaat mama weer terug naar het vliegveld en terug naar Nederland. We zijn alweer bijna thuis. Het is 6 uur. Dus de kindjes kunnen nog even een lekker uurtje spelen. En dan daarna is het ook richting een bed. Maar ja, mama is terug naar huis. Het was eventjes afscheid. Het is altijd verdrietig. En Leventje heeft het nu wel een klein beetje door. Dus het was echt wel, wel zielig om te zien hoe verdrietig die erom was. Maar goed, het gaat nu allemaal weer. We zijn lekker tv'tje aan het kijken. Dus bij deze wil ik ook mijn vlog afsluiten. En ik hoop dat jullie het een leuke week vonden. En zo ja, vergeet dan alsjeblieft niet de duimpjes omhoog. En te abonneren op mijn YouTube kanaal. Want daar zou je mij ontzettend mee steunen.